Badam! Een nieuwe editie van een piepshow, van een piepshow, van de piepshow. Er is er maar eentje van. Met een aantal onderwerpen, wat kleinere onderwerpen, maar zeker niet minder belangrijk daarom. En we beginnen even met de PlayStation VR. Dat zet ik meteen achter. De PlayStation VR 2. Die, um, we weten dat die eraan komt, dat is ja. al lang bekendgemaakt. Um, qua hardware is het een absolute stap vooruit. Maar we waren natuurlijk allemaal benieuwd, hoeveel gaat die, gaan, hoeveel gaat die kosten? Want je kan iets heel moois maken, maar... als. De prijs hoog is, dan ja, hij moet right zijn de prijs. En 599 euro gaat de prijs aan, dan heb je er geen game bij. Dus uh, je wil er één game bij, dan kost het je nog eens keer 50 euro. En de charger, als je hem niet via een USB-kabeltje in je PlayStation uh, wil hangen, dat kost ook nog eens keer 50 euro extra. Dus in principe 50 euro voor een charger, 50 euro voor een charger. Ja, ja fucking bizar. Maar goed, je weet dat je veel te veel betaalt voor het ding. Um, ik... Ja, in zoverre. Um, VR headset zijn nooit goedkoop geweest. Nee, en ze worden ook steeds duurder. Want de Oculus ja. is 1600 dollar. Ja. geworden. Uh, maar wat ik, wat ik er voornamelijk mee heb, is dat ik gewoon zoiets heb. Van, ja, kijk, heel veel mensen, of laat ze zeggen, iedereen die de eerste PSVR heeft mm -hmm. gekocht, die heeft het gedaan als een soort. Ja, die wilden weten, wat is VR dan? Wat kun je ermee? Wat ja. voor soort belofte heeft het in zich? Dus die hebben toen die 300 euro neergelegd. Die hebben die shit gekocht, die doos uitgepakt, dat ding op hun kop gezet. En hebben dan een van de paar games die er waren. Onder andere was er een leveltje in, um, kan ik me herinneren. Wat was het in die, die Ace Combat had je bijvoorbeeld? Mm -hmm. Je had dan volgens mij in die Star Wars game, die Squadron, uh, had je een... Uh, um, had je een level, en we hebben natuurlijk dat level gehad, of eigenlijk volgens mij was het de hele game, die, uh, uh, die Bioshock, die vorige, uh, nee Bioshock, hou op. Um, ja, wel Bioshock. Uh, niet Bioshock, <laughs> Biohazard. Bio ja. Resident Evil, die, uh, ja. die niet Village, maar die, die, die daarvoor kwam, die was ook dan soort van in VR te spelen. Ja, de nieuwe, de Village, die, ja precies, die kun je nu ook op de Playstation VR. Te nou maken. goed, anyways, um, weet je, en dan vraag ik me af, ja. Dat is dus je doelgroep. Die moet je dan nu opnieuw overhalen om 600 euro dit keer te investeren. Mm -hmm. Ja, weet je, er is geen content. Er was geen content bij die eerste. Het zijn een leveltje hier, een leveltje daar. En het is gewoon van de. Het, het was echt de definitie ja, van een de gimmick. De, de, ja, en er zijn, mensen... er zijn wel games natuurlijk. Het is wel op gang gekomen. Alleen. Um, dit is, dit is, dit is, dit, het gaat ook een beetje om perceptie. Ik bedoel, kun je. Letterlijk zeggen dat 600 euro duur is als je kijkt naar de hardware die erin zit, dan denk ik dat je daar een hele dat er wel wat vol voor, voor te zeggen van. Oké, okay, dit is de prijs. De vraag is natuurlijk van op dit moment of mensen bereid zijn om uh, voor een PlayStation VR headset en uh, dit is hem uh, 600 euro te betalen. Terwijl de PlayStation 5 die je ervoor nodig hebt niet eens die is die is nog minder duur. Dus de headset is duurder dan de console zelf. Um, en ook nog eens een keer, en, en dit is een wederkerend iets waar, waar, waar ik, en mogelijk jij ook als je dat zegt, kritiek op krijgt. Maar er is die communicatie van Sony, snap ik niet, de beslissing bijvoorbeeld, dat de games van de PlayStation VR niet backwards compatible zijn met de PlayStation VR 2. Oftewel de fans die jij noemt, de mensen die als eerste zoiets hadden van, hey wow, ik vind het leuk, ik wil het uitproberen, ik steun Sony hierin. Ja. Die zitten nu weer van, oké, okay, dus nu moet. Sterker nog, Resident Evil Village, die kan je nu, als je die wilt spelen, moet je hem opnieuw kopen. Bizar. Maar ik bedoel, je en, wilt, de, niet Village, maar die daarvoor. Die, nee, nee, nee. Dus dit, ja, de Village is nu namelijk volgens mij op de, op, de, op, de, op de gewoon, op de PlayStation 4 uitgekomen. En nu oh, okay. komt die ook weer uit. Maar je moet hem gewoon kopen, omdat hij niet backwards compatible is. Nou, ik heb even, met, bizar, heb ja. even met Koos over, over, uh, erover gehad. Die, die zitten wat technisch wat, wat meer in. Die zei van, dat kan wel, maar. Ja, dat kost tijd, geld, et cetera, et cetera. En ik snap niet als ze weten: Dit is een absoluut niche product op dit moment. En wie koopt op dit moment niche Dat zijn de hardcore fans. En die maak je het nou juist weer fucking moeilijk. Ja, maar aan de andere kant, kijk, er zijn amper games voor de PlayStation VR. Dus waarom zou je moeite doen om de ding backwards compatible te maken als het er niks is om backwards backwards compatible mee te zijn? Nou ja, goed. En om, om, om omdat je uh, trouw bent aan je community. Maar ik vind het gewoon als je nou kijkt zakelijk gezien die hele ja. PlayStation VR. Ik ik laat ik zo zeggen het. Zou me verbazen als het een lucratief uh, project is geweest? Ja. ik heb meer het idee dat het gewoon een project is geweest gebaseerd op een filosofie waarvan ze dachten: van, ja, dit gaat heel groot worden, mm -hmm. vervolgens wordt het dat natuurlijk niet, want het is een gimmick. Ja. en um, um, maar ze houden het dan nog vast, soort oké. Okay, ja, nu moet er wel een place in VR2 komen. Ja. En ik heb gewoon zoiets van: ik denk dat Sony gewoon helemaal leeg op de research en development van zo'n ding, dat laten okay. maken helemaal en dan ja dat dat marketen en een doos doen en dan verkopen voor 600 euro en ik vraag me gewoon af hoe groot is de vraag naar in mijn omgeving hoor ik niemand nee, meer nee, over nee, VR nee, nee. dat is ook zo en serieus, twee drie jaar geleden dan had je nog zoiets van nou, het zou eens wat kunnen worden ja. wie ja. weet dit wie weet dat ik weet het niet wat hadden toen uh, ja, een aantal mensen hier. op de Emil had zo'n zo zo'n PlayStation ja. VR van hey, mij ja is ook tof. best wel een fan van coach coach vond hij zit hier in de game, zit hij er mee te spelen het, het voegt wel wat toe maar dan is 600 dollar is gewoon veel geld. En dat is wat je vooral op social media zegt. Mensen zeggen dan niet van... oké, okay, het is te duur voor wat het is. Maar het is gewoon van... ja, op dit moment... Ja. Pff, weet je wel, in een tijd waar mensen ook niet zo heel veel geld mee hebben... nou, moet je gaan kiezen. Dus dan moet je überhaupt... stel nou, je wilt dit. Dan moet je ook nog een PlayStation 5. Dan ben je gewoon 1200 euro... Uh, 1000 tot 1200 euro kwijt met een paar games erbij. Ja, maar is maar dat serieus is serieus geld. Vind, ik vind serieus. Ik vind dat geld... Vind ik niet zo het grootste probleem. Het ah. grootste probleem vind ik gewoon... het totale gebrek aan content. Ja. En je weet gewoon van... Het is kom met twintig games. Ja, twintig <laughs> games. Kom op, weet je. Ik bedoel, dat zijn 15 indie games, uh, twee ja. demo's en uh, ja. ja goed, oké. Okay. nou nee, het is niet heel speciaal. Dat, dat, dat geef ik je toe. Nee, want, want ze gaan gewoon, weet ik veel, de makers van Ratchet Clank dwingen om die shit te ondersteunen en dat ja. wordt dan weer kut. En dat, dat is het hele ding, dat... Die content moet vanzelfsprekend zijn. Dus je moet content hebben die zo vet is dat je daarvoor een PlayStation VR wil halen. Ja. maar dat, dat, dat lukt ze niet. Ik bedoel, conceptueel gezien is VR nooit van de grond gekomen. Technisch nee. misschien wel. Oké, okay, je hebt dat ding op je hoofd, whatever. Maar wat ga je er dan mee doen? Mm -hmm. Weet je, hoe ga je dan een game-ervaring bieden? Wat ga je dan doen? Weet je, ja. ik bedoel, het is niet leuker om een shooter te spelen met een VR-bril op. Dat is gewoon niet leuker. Nee. Um, hoe kun je dat fixen? Nou, goed, dat is het hele ding. En ik, wat dat betreft, denk ik gewoon, uh, Sony slaat dat voor het gemak even over. Je hebt zoiets van ja, we hebben die VR-bril, die content komt vanzelf al. Nee, die content ja. komt niet, want dat is een probleem wat eerst moet worden opgelost. En dat lukt maar niet. En um, ja, ik, wat dat betreft, ik, ik ben heel sceptisch en niet eens zozeer om de prijs. Want. Die prijs is de prijs en als je het de moeite waard, als de content ja, ja. er is, dan is het de moeite waard als er goede content is. Maar die content is er niet. Maar de prijs zorgt er wel voor dat je dat de kopers die hem gaan kopen, die zijn er 100% zeker van. Maar je hebt ook twijfelaars, mensen die denken: nou, "Nou, het lijkt me wel leuk, het lijkt me wel leuk, nou, misschien moet ik het wel een keer uitproberen." Die ga je niet overhalen met deze prijs. Dat is een beetje het probleem. Een ander uh, apart gegeven is dat je in een aantal territoria en dat zijn uh, UK, uh, nee, Amerika Engeland, Frankrijk, Duitsland, België en Nederlands en Luxemburg. Dus de Benelux, dat zijn eigenlijk als je wereldwijd kijkt, een beetje op de westerse markt de grote, uh, de grote territoria. Daar kun je de, de PlayStation VR 2 alleen maar in de PlayStation Store kopen. Niet in de winkels. Ja, waarom? Uh, waarom is dat? Omdat je een marge op zit. Uh, ja, dat zou inderdaad kunnen. Het is ook een niche project. Dus ze hebben zoiets van: ja, weet je wel, ze hebben waarschijnlijk niet zo heel veel. Dus om dat dan aan die winkeltjes te geven. Het grappige is, en ook hier ga ik dan weer in uh, op de communicatie van PlayStation, is um, deze website, game industry, uh, waar ik veel zit, vind ik vaak goede journalisten. Uh, die vragen dan aan Sony: van ja, waarom is dat zo? En dan zeggen ze: at this moment we have no timing estimates to share. Punt. Weet je wel, een soort van ja bijna uh, uh, Rutte die zegt nou comment weet je wel ja. van, van wat is je filosofie waarom doe je dit probeer je iets uit Ik bedoel of um, heb je gewoon heel weinig voorraad of Misschien wel dat de Walmarts hebben gezegd van... ik hoef dat hele ding niet, want het gaat toch niet verkopen. Nee, maar maar kijk, die retailers, daarvan ja. weet ik 100% zeker dat ze dat ding niet hoeven. Want die schapruimte is duur. Mm -hmm. Sterker nog, soms moet je dat ook inkopen. Ja. Dus um, uh, Sony gaat er geen geld aan uitgeven. Die gaat niet betalen om die dingen uh, ergens uh, in de schap te hebben liggen. Dus dat is de reden waarom ze dat ook niet in die winkels gaan. Ik bedoel, die winkeliers hebben gezegd... Ja, moeten we tien van die dingen neerleggen in de winkel? kost allemaal ruimte en we gaan er misschien twee verkopen. Dat ja. Dus dat is niet interessant. Dus je mm -hmm. ziet al... Het gebrek aan interesse daar, dat zie je al terug aan het feit dat die dingen niet in de winkel liggen. Ja, en dat. Uh, maar het is, geen, het is geen proefballonnetje. Een proefballonnetje zou zijn dat ze zeggen: van oké, okay, we gaan bijvoorbeeld in een in wat kleiner Portugal gaan we het eens proberen hoe het werkt. Als we dat bijvoorbeeld niet in de retail leggen, maar in, ons eigen, in onze eigen shop. Dit zijn de absoluut grote markten. En stel dat een Walmart of een mediamarkt um, uh, dit echt niet cool vindt, mm -hmm. uh, ja, dan. Ja, dan, dan ben ik wel benieuwd. Um, ze kunnen niet veel, dat, dat zeiden deze mensen ook. Je kan er niet juridisch wat aan doen. Het eens wat ze kunnen doen is zeggen: oké, okay, dan zetten we gewoon de PlayStation-producten. Die zetten we gewoon links achter. En de Microsoft en Nintendo-producten zetten we wat meer naar voren. Nee, nee, wat het meer is ook gewoon van als jij. Kijk, er, er zit geen marge op die dingen. Dat is ook nog. Een mm -hmm. PlayStation ja, nou, hardware niet. Nou. Nee, bij mij weet je. Maar dat baalt toch... een winkel wel van. Want die willen juist. Want dan, vaak bij een PlayStation kun je altijd nog. En dat doen ze nu verplicht met zo'n bundeltje. Kunnen ze ook nog een headsetje en een game? Ja ja. ja, ja, ja. Dus ja. Nee. Nee, maar goed, dus die, als ze, zij verdienen 15 euro op een verkochte Playstation. Nou, daar ja. ligt dat ding. Nou goed, nu ligt dat ding helemaal nou niet, want als het dan <laughs> al in de winkel is, is het gelijk weg. Maar, dat, uh, uh, maar het idee is dat mensen naar die winkel komen, zo'n zo doos meenemen. En dan ook nog eens eventjes twee games kopen. En een ja. controller en weet ik veel. En daar zit wel wat meer Marge op. Dus zo verdienen ze geld eraan. Maar die, maar die PlayStation VR, dit is gewoon weer. Een, net als een console. Ze verdienen er waarschijnlijk 5 euro op. Uh, het is gewoon niet de moeite waard om, nee. om die grote dozen voor 5 euro uh, winst daarin, daarin dus, te leggen. Dus jij denkt andersom. Het is niet de PlayStation die de, de retail iets oplegt, maar de retail die eigenlijk niet al te veel interesse heeft... waardoor PlayStation zoiets heeft... oké, okay, laten we het dan maar gewoon zelf doen. Het is, het is een wisselwerk. Dus aan de ene kant... de retail die heeft zoiets van... oké, okay, uh, we gaan die dingen niet heel veel verkopen. Dus nee. Er zit geen marge op. Niet interessant. Nee. Die gaan terug naar PlayStation en zeggen van... luister, we willen het neerleggen... maar dan gaan jullie betalen. Want ja. die... Kosten moeten iemand gedragen worden. Mm -hmm. Nou, PlayStation heeft zoiets van, uh, dat, dat raad je de koekoek. Ik hoef het ja, niet, weet nee. je. We verkopen het zelf wel. Nou, dat is wat er nu dus gebeurd is. Dus PlayStation maakt marge erop. Maar dat doen ze alleen voor hun eigen shop. Ja. Dus uh, ja. Oké, okay, um, dan gaan we even een klein beetje de conspiracy in. Ah. Um, Leuk, dat is altijd het leukste. Dat, dat is altijd het leukste, ja. Um, Lizards. Lizard people, inderdaad. De lizard people van Embracer. Nee, nee. Ah. Embracer heeft natuurlijk onlangs um, de westerse tak van Square Enix gekocht. Uh, daar zitten een aantal studio's bij. Dan moet ik even de tweet openen. Of ik ook allemaal niet uit mijn hoofd. Hier is die. Um, ja, Square Enix, Montreal. En uh, daar hadden ze nog Idols. Uh, drie, drie studio's. Eén daarvan hebben ze nu gesloten. Dat, hmm. Die hadden ze onema. Dat, dat hadden ze gerenamed twee weken geleden. Die hebben ze nu helemaal dichtgegooid. Blijven twee studio's over. En die studio's die worden nu ingezet om... Voor Xbox games te gaan maken, waaronder Fable. Dus die worden daarvoor ingezet. Nu ja. zeggen sommige mensen: Microsoft heeft een dealtje gesloten met Embracer, want um, zij wilden deze studio's al hebben. Alleen gaande dat onderzoek naar Activision Blizzard, leek het Microsoft niet heel erg slim om onder site nog ergens anders ook eens een keer uh, nog wat erbij te kopen, omdat dat dan mogelijk problemen oplevert. Oftewel. Hebben ze gefund? Hebben ze een lening ter beschikking gesteld? Whatever. Of, of zei Embrace: hé, hey, wij kopen het wel, maar deze en deze deal wil ik hier dan uithalen. Um, we weten het niet, maar dat zou meerdere analisten zeggen: van dit zou zomaar eens op deze manier ingestoken ja, zijn. Ja, dat is uh, heel logisch. En waarom ook logisch? Omdat Embrace een Europees bedrijf is. Zweeds, ja. Uh, en. Um... Microsoft um, veel geld in Europa. heeft. Ja. En belastingtechnisch is het niet interessant om dat geld, en het gaat echt om 100 miljard volgens mij, om dat geld naar Amerika te halen, mm -hmm. uh, omdat er, moet er zoveel belasting over betaald worden dat het voor de helft weg is. Dus dat gaan ze niet doen. Maar wat doe je ermee in Europa? Dat betekent dat je het moet uitgeven, ook aan Europese bedrijven. Dus ja. vanuit Europa zie je dan van ja, dan moeten aank dat is waarom ze echt binnen een dag uh, Minecraft, uh, Bojang Studios hadden overgenomen. Dat, dat ging 2,5 miljard thuis. Niks ja. van Microsoft, dus gewoon boom. Via een naar dat, uh, uh, hoe heet die kerel, een tweet had geplaatst. Mm -hmm. um, uh, om, dat, uh, om die overname een uh, uh, soort van vaart te geven. Nou, dit, is, dit is hetzelfde. Maar ik, ik vind het aan de ene kant opvallend. Omdat dit zou in principe. Enigszins openbaar moeten zijn. Ja. Weet je, ik wil in ieder geval Microsoft is beursgenoteerd, dus je moet dat ergens terugzien komen. Mm -hmm. um, ik vind het ook risicovol, want uh, zij zijn nu bezig om content uh, echt te laten produceren die ze zelf voorfinancieren. Mm -hmm. Als die content succesvol is, uh, wat let het Embracer om er zo niet te ja. en zeggen: van, luister, we hebben deze uh, succesvolle IP's uh, gebouwd hier. Zeker? willen jullie dat niet ook op je platform? Het zou zomaar kunnen zijn dat je dan alsnog een overname gaat zien van Microsoft uh -huh. of van Embracer door Microsoft bijvoorbeeld of van deze studio's. Ik denk eerlijk gezegd dat de kans aanwezig is dat Microsoft dan in één keer zo'n heel bedrijf koopt of uh, significant aandelen erin koopt. Ja. Maar wat ik al zei, het is risicovol. Want als Tencent komt bijvoorbeeld of Sony of een andere concurrent en die zegt van hey Embracer, leuk en aardig, we nemen in één keer al die aandelen over. Ja, dan is Microsoft is dus fucked. Ja, dus dat um, het is risicovol. Nee, absoluut. Het is natuurlijk wel heel apart, inderdaad. En daar komt dat gerucht ook een beetje vandaan. Die, die, die speculatie, namelijk dat hun beide uh, studio's, uh, Crystal Dynamics en Idols. Uh, die ene maakt nu Perfect Dark. En de andere werkt mee aan Fable. Dat ze in één keer van hun eigen projecten zijn afgestapt en alleen nog maar ja, een soort van uh, hand, handen en hand- en span diensten uh, verlenen aan Xbox games. Um, ja ik, ik ben heel benieuwd ik, ik, ik we weten het niet het is uh, ook grappig dat die ene studio die gesloten is die deed een soort mobile games nog ja. die deed de mobile ik bedoel dat is van Microsoft niet interessant doe je laat het je weg, streipt streepte door het is het is weird het is het is van de, die Zweden zijn ook wel heel erg van als iets niet werkt dan, dan halen we het ook weer af want we hebben geloof ik 130 studios inmiddels uh. ja maar dit ging wel heel snel en um... Overigens zeg ik wel dat het voor Microsoft ni mobile niet interessant is. maar dat is natuurlijk niet helemaal waar maar nou, dat voor jou al gezegd ze king natuurlijk ja en um, uh, Volgens mij hebben we ook uh, dat verhaal gehoord. dat Game Pass. een soort van mobile extensie zou moeten Absoluut. krijgen. Absoluut. Dat zullen ze zeker erbij willen uh, gaan pakken. Ja. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat, dat Embracer dit pakketje. Uh, uh, zo lean en mean als mogelijk maakt. Dus dat er in de. Ja, zou, zou je een. Denk je dat, het, dat, dat, wel, dat, dat die wereld zo is dat die baas van die Zweden en uh, uh, Phil Spencer die spreken ergens af in een gezellig café en daar gaat even wat whisky in en dat ze zeg maar zeggen van hey, du, jij koopt dat gewoon nu even en ik beloof jij... Met mijn hand op mijn hart nee, over that, <laughs> I, no ik, ik kom over een jaar terug en dan, dan nee, doen we het. Nee, dat maar moet je, op papier. D, 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 dat weet ik niet. Het zou heel goed kunnen zijn dat er wel wat dingen afgesproken een worden. Maar de deal is wel. Ik bedoel, als Microsoft die overname heeft gefinancierd, ja. dan is dat in de vorm van een lening gebeurd. Of ja. een investering. Of weet ik van wat voor naam het krijgt. Dat gaat vastgelegd. Daar zitten voorwaarden aan vast. Mm -hmm. En als je dan iemand te vriend wil houden, zeggen van nou, weet je wat, jullie krijgen een heel laag rentepercentage. Dus bijvoorbeeld, misschien ja. betalen ze een half procent rente op die lening. Ik weet gewoon heel weinig. Uh, maar in de ruil daarvoor uh, gaan die games naar uh, Game Pass. Nou, dat, dat soort dingen worden echt wel vastgelegd. Moet dat openbaar zijn? Of moet je daar dan als andere partij of als journalist naar gaan vragen? Ik dacht dat Embracer uh, beursgenoteerd is. En uh, de, ik, ik weet het dat niet 100% kijken. zeker, maar ik weet het wel 80% zeker. Mm -hmm. En dat um, moet je even Embracer groep uh, ja. zoeken. Ik dacht dat de beurs genoteerd is. En als dat zo is, dan, gaan ja. Dat, ja, dan, dan gaat dat boven water komen. Want zowel Xbox als of Microsoft als Embracer zijn beurs mm -hmm. En dit zijn gewoon dingen die je in principe in jaarverslagen moet kunnen teruglezen. Ja. Is dat niet zo? Ja, dat zou een hele rare zaak zijn. Dat zou echt weird zijn. Alleen ja, wanneer komt het jaarverslag uit? Voordat die deal in 2021 is gemaakt. Um, ah, god, uh, ja, dan gaan we dat pas in maart of april of juni, weet ik veel wanneer. Financieel jaar eindigt. Um, gaan we dat terugzien ergens volgend jaar. Ja. Dus, maar goed. Het, het gaat wel boven tafel. Kan, kan het ook gewoon dermate simpel zijn. Dat Microsoft gewoon heeft gezegd. Van, hey, uh, wij hebben gewoon twee goede studio's nodig. Om mee te helpen aan Fable en dingen. En uh, wij zijn betaal, uh, bereid om daar uh, dit bedrag voor te betalen. Een goed bedrag. En dat Embrace dacht van oké. Okay, ze kunnen eigen IP's maken of we zetten die gasten gewoon op dat product en dan maken we tenminste meteen winst. Ja, en dan kunnen ze daarmee de overname financieren. Dat zou goed kunnen. Dat zou ja, goed kunnen, ja. ja. Oké, okay. we gaan het volgen. Dan um, ja, iets wat, uh, wat we al vaker over hebben gehad is um, de afgelopen weken zijn er natuurlijk al die um, publishers hebben hun uh, kwartaalcijfers bekendgemaakt. En IE uh, heeft daarbij gezegd um, dat 66%, 66 van. Dat wel toevallig, al hè? Precies hun, Ja, nou, ik dacht dat het 66 was hoor. Uh, oh, nee, 73%. Uh, zeg, 73%, en hier staat dat. 73% van al hun inkomsten, al hun inkomsten komt uit service games. Oftewel FIFA, uh, Battlefield, uh, Madden, NHL, al dat soort dingen. Uh, dat is belachelijk veel. En hier ook nog, deze vond ik ook wel interessant. 66% van alle games die verkocht worden, is 66%, 66 is daarvan digitaal. Dat, dat begint ook ontzettend te stijgen. Dus dat komt steeds dichter bij het punt dat IE zegt van... hij hey, dude, je koopt alles maar gewoon via mijn store. En de winkels hebben we eigenlijk niet meer nodig. Weet je, ik vind het interessant. hè, om, mm -hmm. om, Als je een beetje uitzoomt en teruggaat in de tijd, dan kun je zien wanneer je begonnen is met die omslag. Hè? En dat ja. is ten tijde geweest, dat weet ik nog heel goed, dat die, die FIFA Ultimate Team werd uitgerold. Dat zal nu een jaar of zes, zeven geleden zijn, denk ik, dat dat begon allemaal. En IE is er als geen ander bedrijf in geslaagd om, ja. die, om die omslag te maken. Ik bedoel, we hebben het altijd over Microsoft en wat ze zo goed hebben gedaan met Game Pass, ja, nee. ja, weet ja. je, en hoe het ze risico hebben genomen, maar wel visie hadden en dat het zo goed uit heeft gepakt op corona en de, de de supply chain problemen, mm -hmm. weet ik wel. Maar IE heeft het ook gewoon fucking goed gedaan. En ja. je kunt je absoluut discussies hebben over of het wel helemaal, Tof is. Uh, ja, of het moreel verantwoord is dat je een soort gokproduct aan kinderen gaat verkopen, maar ja. Aan de andere kant, het werkt wel voor ze. 73% van hun omzet uit ja. die, die live-service titels. Um, ja, dat betekent ook dat. Dat verklaart ook gelijk. Want ze hebben daar gewoon. Ik bedoel, al die. Uh, uh, lokale uh, uh, afdelingen van yeah, je is allemaal gesloten, weet je. Sales mm -hmm. mensen, marketing, is er allemaal uitgegaan ja, ja, ja. omdat ze deze transitie in gingen maken. In het begin hadden we ook zoiets van wat zijn ze in godsnaam aan het doen. Ja, hoe kan je nou nog een game markten? Nou ja, precies. En nu en, zie zo, dus. je nu zie je gewoon zo. Dus dit is hoe dat hoe dat er dan uitziet. Ja, en ja, je kunt een bol zeggen van jij, maar dit hebben ze wel goed gedaan. Ik vind dit, uh, je, je hebt helemaal gelijk. Uh, er zijn twee dingen. Ten eerste. Uh, denk ik dat de stap voor EA om bijvoorbeeld uiteindelijk een keer een deal te sluiten met een service als Game Pass dichterbij aan het komen is. Want... Waarom zouden dus ze? hebben hun EA Access. Dat is hun eigen uh, nee, dienst. Op die, manier, die, op die is al verkocht aan Game Pass. In de zin van als je Game Pass Plus hebt of weet ja. ik hoe het heet, Premium, dan krijg je automatisch EA Play erbij, wat een mm. hele fucking goede deal is, want er zitten ja. heel veel titels op. Um, ik bedoel denk... meer naar free-to-play. Dus bijvoorbeeld dat FIFA en Madden uh, bijvoorbeeld free-to-play zijn. Want ze zijn natuurlijk aan het afwegen: hè, van hoe kunnen wij die microtransactions nog verder laten groeien. Um, en we hebben hier nog bijvoorbeeld het potje uh, uh, in de, de games die we verkopen. Kijk, hier ja. staat wel van, 36% is digitaal, maar hoeveel ze ervan verkopen, dat weten we niet. Nee, 27% van hun, van hun omzet is nog altijd gewoon ja. uh, echte grote games, triple A games. Nee, precies, maar dat wordt natuurlijk minder en minder en op een gegeven moment zou je kunnen denken van, oké, okay, want dat hebben ze met de Sims ook gedaan, de Sims 4 hebben ze op een gegeven moment uh, free-to-play gedaan, dat is in één keer weer geëxplodeerd, weet je wel, omdat Nee. Een hele nieuwe generatie kids gingen erin en vrouwen en mannen. Maar, maar wacht even nog een nogmaals hè. Dat hebben ze heel goed gedaan. Want bijvoorbeeld ja, ja, ja. Ubisoft heeft hetzelfde gedaan met de settlers. Ik had ja. laatst, had ik zitten kijken. Ik probeerde die originele, die tent en de versie edition van de settlers te vinden. Ja. staat nergens. Niet op Steam, niet, niet op ja. Uplay, niet nergens te vinden. En um, die hebben ze dus heel stilletjes hebben ze die eraf gehaald. En dan hebben ze een van de settlers online uh, dienst voor in de plaats. Uh, dat bestaat al best wel lang hoor. Overigens ja. uh, echt al een jaar of vijf. Um, en dat. Ik zat er te kijken en ik had echt zoiets van: het uh, uh, is gewoon. Ik wil gewoon fucking de eerste settler. <laughs> of settlers yeah. 2, eigenlijk. Dat was 10 anniversary, settlers 2. Yeah. Uh, dat wil ik weer spelen. En um, het is echt opvallend hoe goed IA erin slaagt om die oude franchises opnieuw leven te houden mm -hmm. je moet er niet wezenlijk voor je moet niet de herinneringen die mensen hebben veranderen nee. je moet de ervaring verbeteren en dat doet Ubisoft bijvoorbeeld niet en dat doet je wel en dat ze ook dat doen ze weer heel goed en ik vind ook ik ben het helemaal met je eens ze gaan uiteindelijk gaat alles free to play zijn ja maar uh, ze gaan nooit ze gaan laat like ze zeggen, hun succesvolle ver, uh, grote titels gaan als allerlaatste ja. De FIFA en madden uh, in die volgorde die gaan echt als aller aller allerlaatste ja uh, eerst gaan we alle de sims de battlefields de weet ik van dat gaat allemaal, gaat het free to play worden. En pas als dat model staat, ja, dan ga je een keertje en dan ga je ook krijgen dat je weet ik veel, als jij je FIFA Ultimate Team Pack, uh, spelerspack koopt, ja. dat er ook nog toevallig een leuke uh, custom, hoodie voor de Sims 4 in zit, of iets ja. dergelijks, leuk voor je vriendin, weet je. Ze zijn er wel inderdaad heel goed in geslaagd om ook, um, kijk, ik, 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 ik heb mijn gevoel zeggen dat zij toch een ander type gamer uh, hebben weten te benaderen. Waar eigenlijk de industrie altijd van van droomt, de mainstream gamer, weet je, de casual gamer, die hebben zij uh, weten te vinden. En dat heeft ze eerst heel veel pijn gekost, want iedereen, alle hardcore gamers die ooit EA-producten hadden, ziet dus van, wat, wat kom je nou aan met je met die futter in en 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 waar zijn waar zijn waar is mijn oude Battlefield? En toen kwam Apex Legends en ja, Fortnite Clone en dit en dat. Ze hebben gewoon doorgezet, waarbij ze nu een, een nieuwe doelgroep van gamers die dit prima vindt, die dit gewoon vet... één game, daar speel ik het hele jaar mee... en ik douw er al mijn geld in. Ubisoft, en dat is natuurlijk ook de mededeling... die hierin zit, naar andere purposes toe... is van, fuck, service games. Dat is waarom PlayStation opeens ook service games... omdat ze allemaal die trucje willen doen... maar dat ja. is niet zo makkelijk, want het is... niet voor elke game kun je een service game maken. FIFA, hartstikke duidelijk... dat je daar een service game van kan maken... maar een shooter wordt al een stuk moeilijker... Ik denk ook dat het te maken heeft met de consument. Weet ja. je, de consument begint nu gewend te raken aan het feit dat ze als ze een game gaan spelen dat het leuk is om voor 5 of 10 euro wat in-game, weet ik veel, wat voor coins of wat voor munteenheid ze in je game hebben te kopen, ja. zodat je er een leveltje of een dingetje, of weet ik veel wat, weet je. En wat mij betreft, ik begrijp niet waarom bijvoorbeeld Ubisoft niet Let's Dance bijvoorbeeld mm -hmm. uh, free to play maakt en gewoon net als Spotify gewoon al die nummers gaat verhuren, ja. weet je, die je daar uh, in kan uh, spelen en dansen. Um, ja, weet je. Maar, maar doe je hetzelfde trucje bij Far Cry, denk ik, van die doelgroep. Die, nee, die. die dat, nee. Maar dat is wel wat ze aan het doen zijn. Dan zijn ze die trucjes op alles aan het. En, en niet alles werkt. Nee, maar dat is interessant, omdat IA natuurlijk van, van huis uit al een studio was, die, of een uitgever was, die ook veel casual shit deed, zoals exact, de Sims ja. bijvoorbeeld. Dat ja. is gewoon een uniek concept. Ja. En uh, dat vind ik leuk. Als je kijkt naar IA Play, hoe ontzettend veel oude games dat op de dag van vandaag leuk zijn, uh, uh, om gewoon nog steeds te spelen. En er zitten ja. ook indie games tussen die echt gewoon hartstikke leuk zijn. Dus IA is een, ja, die heeft die transformatie gemaakt. En weet je, wij zijn best vaak aan het klagen over, weet je, fut en de kaartjes en het mm -hmm. gokelement. en weet ik wel, Ik bedoel, die kritiek is allemaal terecht. Ja. Maar als je gewoon kijkt wat voor transformatie dat bedrijf heeft doorgemaakt, heel stilletjes, heel undercover, ja. zonder al hun concurrenten wakker te schudden. Uh, eigenlijk iedereen had zoiets van, ja, wat de fuck hebben jullie met Battlefield gedaan en ja. waarom brengen jullie geen games uit? Uh, maar ook het bijvoorbeeld het opzeggen van de samenwerking met, de, met FIFA, mm -hmm. uh, met die FIFA-organisatie. Ja. Uh, daar zit een veel breder plan achter. Weet Weet je, ja. hun voetbalgame, hun voetbalfranchises moet gewoon een platform voor voetbal worden. Absoluut. En ik denk dat dat ja. zometeen meteen zelfs media-extensies gaat krijgen en dat soort shit. Ik denk, ik denk ook trouwens dat je het achteraf gezien ook best wel bij op, op de laatste PlayStation of de laatste Battlefield kunt uh, 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 plaatsen. Namelijk dat zij in het voortraject hebben gezegd: van wij gaan de Old School Gamer gaan we weer belonen. Er komt een oude Battlefield aan, maar eigenlijk waren ze bezig van hoe kunnen wij echt een. Ja, Ik wil niet zeggen een Fortnite, maar echt zo'n zo mainstream shooter maken. Waar, 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 waar met name dan de kids en, en andere generatie gamers massaal ingaat. En nu, hij was niet goed genoeg voor die kids. Want die hebben die kennen Battlefield helemaal niet. En de hardcore gamers vonden het ook helemaal niks. Ja. Dus daarmee hadden ze niks. Maar ze zijn daar echt mee aan het zoeken. Hun doelstelling is echt gewoon: dat soort games moeten we hebben. Uh, On the side maken ze inderdaad nog wel een Star Wars game. Nou ja, licenties zijn ook vrij simpel. En dan af en toe wat indie games. Doen ze ook wel een paar toffe dingen. Maar voor de rest zijn ze heel erg bezig om die casual markt te bereiken. En daar hebben ze heel veel succes in. Ik denk dat best wel veel bedrijven er ook heel erg jaloers op zijn. Gaan we even naar. Um, normaal doen we eigenlijk niet zoveel met film en video en series. Dat is wel heel erg nerdculture, maar dit is een zakelijk gedeelte. Um, maar ik vind dit ook wel leuk om te laten zien in de discussie die we wel vaak hebben over Game Pass. Van, hey nu is alles uh, uh, goedkoop, weet je wel. Ik, ik sprak laatst iemand, die had Ultimate. En dat kostte hem dan 99, 96 cent per maand. Dan kon hij van de ene naar de andere, weet je. Alles wordt, is gewoon cheap om, om ja. abonnees, 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 abonnees krijgen. Um, Warner Brothers um, heeft 2,3 miljard verlies geleden... Uh, ...zijn bezig met een prijsverhoging van HBO Max. Ze zijn aan het snijden in series. Um, volgens mij HBO heeft HBO bijvoorbeeld ook Westworld... ...hebben ze in één keer gewoon gecanceld. Terwijl die serie best wel miljoenen fans... Die al heel lang, ja, ja, ja. die heeft miljoenen fans. Er komt gewoon geen einde aan, weet je wel. Gewoon ja. ruksigloos. Bam, fuck it. Uh, weg. En de directeur, die is volgens mij vrij nieuw... ...die zei ook, en dit vind ik wel een goede uitgave... Uh, vol overgave geld uitgeven met als enige, enige doel het opbouwen van abonnees is, naar ons idee, ontzettend gebrekkig. Um, dit is natuurlijk even wat Game Pass natuurlijk ook kan overkomen. Je geeft ontzettend veel geld uit, abonnees, abonnees. Maar op een gegeven moment moet er ook wel geld verdiend worden. Want dan zegt het management van Microsoft ook van jongens. Nee, ja. laten we er alsjeblieft mee stoppen. En dan krijg je dit. Nou ja, dat, hoe heet het? dat heeft uh, Netflix, Netflix is ja. begonnen met geld uitgeven. En abonnees, abonnees, Absoluut. abonnees. Ja. En op een gegeven moment zijn zij ook van de koude kermis thuis gekomen. Ik moet zeggen, daar, daar ging wel meer achter schuil. Weet mm -hmm. je, ook een soort van politieke ja. uh, keuze heeft is ook dat ook geweest. Heeft ze echt gekost. Um, ik denk dat Warner Brothers. Uh, of ik denk dat eigenlijk de HBO Max in vrij korte tijd. Uh, heel veel marktaandeel heeft gewonnen. Ik denk, ja. zou de cijfers wel eens willen zien, maar ik vind uh, uh, nog altijd de app namelijk achterlopen bij de kwaliteit. De kwaliteit van de app loopt achter bij de kwaliteit van de content. HBO uh, van HBO. Ja, ja, ja. Ze ja. hebben goede content en het is soms niet makkelijk terug te vinden. Het nee, is bij ons. Ik vind in, Netflix echt stukken beter daarin. Nou, uh, absoluut. Maar het bizarre is wel dat uh, HBO Max bij mij thuis uh, Netflix en ook ja, Amazon ja, Prime volledig hebben. voor nodig heeft meer combat. HBO. Maar ik kan, ik, ik kan gewoon niks vinden, weet je wel. Van wat is een nieuw? Nee, het dat is heel slecht. Is heel het is heel echt fucking aan, ja. slecht. Ook ja. kinderseries en films die je al af hebt gekeken, die verdwijnen. Ja. <laughs> dat is echt, het is niet te doen. En dat. Uh, dus dan denk ik van, ja, weet je, daar... De, ze, ze, ze staan nog aan het begin. Ja. Maar ja, dit is wat er gebeurt. Weet je, op het moment dat zo'n zo uh, zo merk succesvol gelanceerd is, mm -hmm. dan is er nog maar één volgende stap, en dat is prijsverhogingen. Ja. En dat zie je bij Netflix ook. En dat betekent automatisch dat er uh, uh, ja, de concurrentie weer mogelijkheden krijgt. Weet je, dus als Amazon Prime ja. op een gegeven moment weer zoiets heeft van hey, fuck it, we gaan tegen uh, 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 HBO aantrappen met een mm -hmm. van de serie. Nou, dan, dan gaan ze dat doen. Ik bedoel, nu had je een hele mooie strijd tussen uh, hoe heet die? Uh, die, die Lord of the Rings en uh, uh, House of the Dragon. Of the Dragon. Ja. Nou, die is glorieus gewonnen door HBO. Ja. Uh, want Lord of the Rings was ontzettend kut. Ja. Uh, en die House of the Dragon was ontzettend minder kut, maar ook <laughs> nog kut. Maar, anyways, um, uh, dat, ja, je ziet gewoon dat soort strijd gebeuren. Ja. weet je, en, ja, Netflix die heeft gewoon harde klappen gehad. En um, daar, in, ieder geval, sorry, in ieder geval is er een gezond landschap. Dat ga Ach, je in de. videogames straks niet krijgen. Uh, nee, nee, niet je als hebt, je hebt straks gewoon één partij, namelijk ja. gewoon uh, hoe heet het uh, Game, Pass. Uh, Game Pass? En die gaat, uh, um, ja, die gaat de prijs kunnen bepalen. Nee, ja, nee, absoluut. De enige die tegenwicht had kunnen geven is Playstation, maar die kiest daar niet voor, omdat ze wel weliswaar Playstation Plus hebben, maar ja, je ziet het, 2 miljoen leden verloren. Ja, ze zeggen dan wel, ja, we hebben meer inkomsten, maar het, de prijspijl is ook omhoog gegaan, dus dat, nou, dat ik, vind ik niet helemaal uh, een eerlijke vergelijking. Nintendo doet het niet en dan heb je inderdaad de Nvidia en, en al dat soort kleine partijen, maar die hebben, die hebben hun eigen content niet. Die kunnen nooit die content uh, gaan nee. brengen. Na nou, Steam zou je nog kunnen, ja. kijken, die zou nog iets kunnen doen. Maar aan de andere kant, uh, ik denk dat de grote concurrentie voor Game Pass zit hem in die live Service games. Mm -hmm. Weet ja, je, da, da dat is dat gewoon komt. de, de ja. war zones en de Fortnites en de weet ik wat. En niet eens zozeer de hoeveelheid content, want uh, Game ja. Pass heeft meer. Maar het gaat erom, je kunt je tijd maar één keer besteden. Zeker. En ik heb nu al zoiets van, oké, okay, over, over uh, <laughs> weet ik wel, over ruim een week dan komt een nieuwe uh, Warzone, komt Warzone 2 uit. Ja. En de kans is groot dat ik de rest van het jaar alleen nog maar die games speel. <laughs> ja. En dat, Maar goed, de kans is ook dat het één grote floppenkast wordt en dat het ja. onspeelbare shit is. Maar um, ja, ik, ik denk dat je gewoon dat landschap is aan het veranderen. Absoluut. En Dat is gewoon heel interessant. Nou, ja, en, en mensen zijn nu gewend aan uh, wat het is. En uh, ik denk dat een ander probleem wat je veel ziet is uh, hoe hou je mensen vast. Het, het is gewoon een abonnement van een maand. Um, ze kunnen het niet maken om je daar echt vast aan te pinnen, dus je kan het gewoon heel makkelijk opzetten. Dat is gelukkig ook is dat beschermd dat je dat gewoon kan. Dat moeten ze doen en je ziet gewoon mensen zijn gewoon aan het hoppen. Uh, van, ja. uh, dat doe ik ook van. Stop je en dan ga je naar andere dingen. Ja, dat maakt de inkomsten maakt heel erg ongewis voor een bedrijf. Daar kun je bijna niet op bouwen. Ja. Um, nee, nah, je, je kan je kan wel. Je kunt je kunt mensen gewoon vast. Ja, maar goed, uh, het, het is. Heftig, Er wordt flink gesneden. Sowieso. Uh, meta vandaag weer aangekondigd. Er gaan duizenden mensen uit. Uh, Twitter, natuurlijk, uh, 3700 man uit. <laughs> hij is nu wel weer mensen nu weer terug aan het aannemen, want had ja. iets te veel ontslagen. Okay. Heb je weer... gezien hoe die ze ontslagen? Hoe Elon Musk. Met een mailtje met een plaatje erin. Een soort van uh, It's time to leave the nest. You're hij, fired. <laughs> hij is wel een heel aparte baas. Maar ja. um, anyway. Uh, ik, het is ook wel een beetje nu die ballonnen van, van bedrijven kunnen alsmaar maar gewoon uh, spenderen, spenderen, spenderen. Er moet ook nu gewoon winst gemaakt worden. Logisch. De recessie, al dat soort dingen. Um, ja, en, en dan, gaan, dan ga je met je billen bloot. We gaan naar het volgende gedeelte. Dan moet ik even kijken. Ah ja, de, deze is ook. Deze vind ik wel leuk. Um, God of War uh, is uh, inmiddels uh, uit. Uh, de reviews zijn online. Die van ons komt volgende week. Um, en um, eigenlijk zijn het allemaal tienen en negens. Um, ik geloof dat ook wel. Die game zit vrij goed in elkaar. Behalve deze man, mm -hmm. dit is Bai Sang Jung. Hij werkt, uh, of hij schrijft voor IGN Korea en hij heeft het een 6 gegeven. En um, hij wordt. Helemaal kapot gemaakt online. Dus uh, van dreigen tot en met nou ja, trollen. En je, je weet hoe toxic uh, social media kan zijn. En hij mm. heeft daar dan weer op gereageerd. Ik weet niet of je dat dan moet doen. Maar goed, hij heeft nu uitgelegd waarom. En dat het een pijn doet en dit en dat. Uh, ik moet zeggen, dat zijn beweegredenen van. Ik ben een indie developer. En ik heb <coughs> deze review geschreven. En ik vind het gewoon niet innovatief. Uh, God of War. En er is niks nieuws. En um, ja, dat vind ik gewoon niet goed aan een game. Ik weet niet of ik dat nou heel sterk vind. Maar het feit dat. Mensen het niet meer accepteren dat er dus één iemand is die gewoon. Het is gewoon dat. dit wat hij doet. dit, dit was 15 jaar geleden al verouderd. Ja. Weet je, we hebben het zo vaak gehad over. weet je, ik bedoel, we hebben allebei geschreven voor Bladen. Mm -hmm. ook voor hetzelfde blad. Uh, daarin was die discussie ook. kun je wel een, 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 een uh, weet ik veel, een ervaring terugbrengen tot een abstract cijfer dat ja, ja. kan natuurlijk helemaal niet nee. weet je een, een oordeel een laat ik zo zeggen een mening uh, gieten in een in een cijfer achter de komma nauwkeurig is fucking insane ik snap ja. dat iedereen het doet maar het is ook stomzinnig en hij had gewoon een verhaal moeten schrijven over waarom hij die game kut vindt. Mm -hmm. uh, en ik weet niet of die 6 uit 10 uh, uh, eraan vast had moeten plakken. Weet je, want waarom niet 4 uit 10? Waarom niet 1 uit 10? Weet je, ik bedoel, ja. die, En het ding is: niemand leest zo'n mening. Iedereen kijkt alleen naar het cijfer. Klopt. En gaat vervolgens zijn dus eigen mening terug relateren naar een abstract cijfer. Ja. Van, maar mijn cijfer zou een 9 zijn of een 10. Weet je, of juist een 1 of een 2. En wat doet deze guy? 6 uit 10. Je verliest altijd met die, met, die, met die shit in het midden. Mm -hmm. En ik, ja, weet je, wat dat betreft. Ik denk, dit is gewoon. Een, dit is een tijd dat voorbij is. Ik ben zo blij dat wij heel lang geleden al besloten hebben. Zeker. Om reviews in de vorm van discussies te gooien. Ja. Je kunt niet um, uh, iedereen uh, tevreden houden. En nu helemaal. Weet je, ik bedoel. Iedereen die een PlayStation 5 heeft weten te bemachtigen, heeft daar heel veel moeite voor moeten doen. Ja. Heeft er waarschijnlijk meer voor betaald dan een winkeladviespaars. Die willen het al de, allemaal Dat yoor. zijn echte PlayStation fans. Ja. Die echte PlayStation fans, die willen maar één cijfer. En dat is 9 uit 10 of ja. en anders 10 uit 10. Dat is wat ze. Want ze wachten al fucking twee jaar op die God of War. Is die er eindelijk. En ja. dan, 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 wordt, dan wordt natuurlijk is die shit uitgekoud. En, en uh, uh, weet je, een herhaling van zetten. En niet origineel. En al die punten. Die die maakt zijn heel legitiem, mm -hmm. maar vanuit een PlayStation fanboy perspectief gewoon niet relevant. Want die hebben zoiets van: je ja, moet is fucking de nieuwe God of War!' Wow! het kan natuurlijk ook nog steeds gewoon een hele vette avonturenfilm zijn. Daarom, okay. het kan allebei zijn. Ja, het ja. kan een hele vette ervaring exact. zijn die je al 30.000 keer eerder hebt gehad. Het ja. maakt niet uit. Maar het idee dat je, en dat vind ik echt dom aan deze gast, dat hij, ja. dat hij. Uh, uh, ik vind het niet dom dat hij gaat lopen haten op die game. Dat kan heel goed. Dat is sterker nog, daar is een hele uh, uh, industrie opgestaan. We zijn de mm. critical drinker en dat soort yeah. YouTube-kanalen. Hartstikke leuk. En ik vind dat soms zelfs nog wel leuker om dat te kijken, dan om de series en de films die ze bespreken te kijken. Um, maar, je, maar, je, maar hij moet zich realiseren wat zijn rol is in dat, uh, mm -hmm. in dat verhaal. En dat doet hij niet. Nee, nou ja, wat ik dan niet sterk vind, uh, is uh, dat hij aan het eind uh, van zijn... Uh, moet ik even kijken of ik de tweet nog een keertje naar voren kan halen. Van, ik ben het helemaal met een je eens van... Review is een mening hebben. Nou, gelukkig, wij hebben een discussie uh, bij ons altijd. En dan zeg ik altijd van, het is mijn waarheid, het is niet de waarheid. Dus als jij die game fucking tien vindt, dan, dan moet je dat vooral vinden. Uh, dit, dit is wat ik ervan vind. Uh, klaar, dan moet je ook niet meer op terugkomen. Dan moet je gewoon accepteren als mensen zeggen van... Ja, maar ik vind het een tien, weet je wel. Je bent helemaal gek. Nou, dan ben ik maar helemaal gek. En op een gegeven moment zegt hij ook hier aan het end van... Uh, Thank you and I sincerely hope that uh, God of War fans can enjoy November 9th. Weet je, hij zit de hele tijd van... ja eigenlijk een beetje excuses aan maken. Ja, dit is nou eenmaal wat ik vind, maar ik hoop niet dat maar jij dan minder precies... Maar van, daar worden mensen niet. echt boos van. Daar ja. worden mensen echt boos van. Ik kan me nog goed herinneren dat uh, ik heb... Uh, de, en dat kwam omdat we die discussie toen hadden rondom Game ja. Kings. Dat begon net. En toen schreven we dus allebei voor de PU. En toen was er een review van... Uh, toen had Jurjen een review gedaan van... Uh, uh, ik denk ook of Time dat ja. het was. En die had die 9 uit 10 gegeven. Het is helemaal briljant. En toen had ik Dead or Alive uh, gegeven. Beachvolleybal. Mm -hmm. Dat had ik sinds van ja, als je die stomme grijze wolf 9 uit 10 geeft dan moet je deze prachtig gerenderde tieten... die moet je 10 uit 10 geven want dat zijn titel ja en dat is, je moet jezelf niet zo serieus nemen. Nou ja. Het is gewoon een grap, weet je? Oh, jij vindt die game 9 af. Nou, dan, dan mijn Tite-game 10, weet je? Het ja. is gewoon, het is een joke. Het is niet zo serieus. Maar deze sukkel neemt zichzelf zo serieus dat hij dat ook nog een beetje gaat zitten inbouwen. Van ja, ik ja. snap dat er mensen zijn die niet begrijpen dat mijn, mijn elitaire videogame smaak, uh, die zich nu tot komt in deze 6 uit 10, dat het niet helemaal hun mening vertegenwoordigt. Maar ja, misschien moeten die mensen ook een beetje proberen te begrijpen dat bla 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 bla. Weet je, niemand zit te wachten op die bullshit. Maak er een grap van. Ja. Het is een abstractie van een mening. Dat kan per definitie niet. Uh, uh, maak, er een, maak er een grap van. En dat hij dat niet snapt, ik weet het niet, man. Hij nee, moet maar gewoon achter zijn mening blijven staan. Ja, sorry jongens, als jullie het anders vinden. Ja, dit is mijn mening. Ik bedoel, eigenlijk kan je het best als journalist gewoon niks zeggen. Want, nee, 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 helemaal ah, niet. Nee, ah. Je moet gewoon je mening zetten. Maar je moet, je, je moet het wel goed doen. Ja, je nee, kan ik niet bedoel zo... van op het moment als mensen kritiek hebben, dan niet in de verdediging gaan kruipen. Dat bedoel ik van, van. Tuurlijk, je moet je mening geven. En als mensen het niet eens zijn met die mening zo so biert ja maar het is niet anders dan dat je op het schoolplein staat en iedereen Tuurlijk. zegt ik ben voor Ajax ja. dat je dan gaat zeggen van nou, ik ben eigenlijk voor Feyenoord weet ja. je en dan proberen overeind te blijven weet ja. je in de, in de bullshit en dat is wat het is om een videogamejournalist te zijn ja. want iedereen heeft een ontzettend subjectieve mening ja. en de, wat deze guy doet is zeggen van jongens ik, ik ben eigenlijk verfijnd hoor en dan wop, dan rent hij naar binnen weet je en denk ik van ja dat als je dat gaat doen dan dat moet je niet doen nee. je moet er een grap van maken en je moet het zelf weten te verkopen en ja, ik denk deze guy doet dat niet nee um... ook zwak van IGN trouwens hoor dat ze dat niet begrijpen maar ik vind IGN is sowieso zwak want die, die zijn natuurlijk het is nogal een humorloos platform altijd al ja. geweest uh, mensen lezen die reviews niet kijken alleen naar de cijfers nou ja het is natuurlijk het hele mare van het verkopen van ik denk niet dat ze verkoopt, maar dingen hebben wel vaak met te maken hoe meer reclame er wordt gemaakt, hoe meer er misschien positief wordt aangekeken op het moment als een IGN wat daar onbekend staat, He, of het waar is of niet, ik kan het niet bewijzen, maar ze staan daar onbekend en ze geven op. Dat ze als... reviews laten kopen? Ja, niet kopen, maar inderdaad, op het moment als mensen campagnes afnemen, dan zijn ze er wat netter voor. Nou, misschien zeggen. heeft Sony uh, Korea niet een grote campagne afgenomen bij IGN Korea en daarom sta, is deze review gepubliceerd. Zou, ja, je zou, weet het dat zou, zou kunnen. Um, wat ga ik nou zeggen van. Uh, nee, IGN staat daar onbekend. En op het moment als zij als enige in de wereld een game opeens helemaal de grond in, uh, trappen, dan denken heel veel mensen: oh fuck, er is iets aan de hand. Er wordt hier. Een, 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 een ding. Er wordt hier wraak genomen. Nou, bedoel, dat zou ik sowieso. Maar denk slapen. je nou echt dat Sony iets gaat merken van deze negatieve review? Uh, nee, het is wel zo um, dat. Um, en nogmaals, wij hebben dus ook uh, later de review en de reden zal ik als ik het netjes uitleg er zijn wat dingen gebeurd in het verleden uh, rond de launch van de PlayStation 5 uh, hebben wij wat dingen gezegd die wij vonden dat wij moesten zeggen. Zoals wat dan? Uh, wat kritiek op 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 de te, op, op technische dingen van de console. Dat stomme plastic flapper die er aan de zijkant zat. Uh, in ieder geval ik kan het niet meer zo 1 2 3 voor de geest halen. Uh, PlayStation gaf aan van maar wij hadden een NDA waarin stond dat je daar geen kritiek op mocht gaan geven. Ja, en hebben we dat getekend? We tekenen toch nog ten nee, nee, daarna zijn we... En toen hebben we de afspraak gemaakt. Oké, okay, wij willen dat dat soort zaken niet meer tekenen. Um, het was een paar jaar geleden. En dat betekent ah. dat wij de reviewcodes pas op launch krijgen. En ja, net, als was, Nintendo, net als bij Nintendo, waar wij niet die shit niet willen dat tekenen. Doen we niet. Ja. Dat andere partijen het wel doen, moeten zij zelf weten. Maar wij willen gewoon niet aan een loopbandje lopen. En het verhaal gaat wel een beetje. Dat er ook een aantal andere kritische journalisten dezelfde behandeling krijgen, die krijgen gewoon die codes niet uh, uh, van tevoren. En, um, Waarom dan nu IGN Korea? Die krijgt nu ook de code niet meer. Nou, die, dat kan wel eens gebeuren, inderdaad. Dat ze zeggen van oké, okay, als jullie zo kut gaan doen. Ja, ik vind. Die, die, dat zou best kunnen, hoor. Van, zij weet je wel wijs van. Iedereen doet het een 10, jij doet het een 6. Je bent geen goede mediepartij, jij krijgt onze codes. Maar, niet maar. Meer. laten we eerlijk zijn, ik wil die PlayStation 5. Er komen een jaar lang geen games op uit. Nauwelijks <laughs> games, weet je? Alleen fucking. Uh... Ik krijg wel heel veel vragen waar onze God of War review blijft. Ja, nee, dat snap ik. En dan ja. komt er een keer een God of War en dan kan niemand wachten. Maar ja. het ding is, kijk. Xbox fanboys die vinden dit alleen maar grappig. Die hebben gewoon zoiets van: Kijk, die sukkels van Sony dan met de stomme God of War, daar moeten ze het dan van hebben. En deze ja. gast in Korea trapt het in de grond. <laughs> en PlayStation fanboys die hebben zoiets van: Ik moet die shit nu, ik moet die shit nu. Ja. En die willen alleen Die hebben die game al gespeeld. En tijdens dat ze de review gaan kijken. Ja, ja, ja. En die willen gewoon een mening uh, getoetst zien. Ja, met druk van iemand die zo'n autoriteit Helemaal. En dat is oké, okay, daar is niks ja. mis mee. En ik denk wat dat betreft, het is ook niet meer noodzakelijk om een week voor de release die liefde uh, te hebben. Behalve. Om het verheugen op groter te maken. Mm -hmm. Dat is wel iets waar wij vroeger altijd goed in waren: om het verheugen op te, uh, 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 op te bouwen. Daarom in dat opzicht denk ik. Uh, omdat deze, dit is, deze hele game zo'n no-brainer. No weet je, als je hier koos op zet en uh, weet ik wat, die vinden het allemaal fantastisch. En uh, uh, ja, die gaan een loftrompet spelen op die shit. Ja, daar hoef je geen NDA voor te tekenen. Dat, is gewoon, dat, dat zijn meningen. Ja. Maar aan de andere kant denk ik gewoon van ja, weet je, laat zo niet lekker de pleurs krijgen met een NDA. Want ik vind, ik vind dat die, die manier van werken gewoon zo, zo verouderd en verrot. Nee, weet je dat, Ja, uh, ik denk het. het, 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 het in deze uh, doet het even pijn, omdat dit is gewoon een grote game. En daar kun je ongetwijfeld kliks mee krijgen en dat soort dingen. Maar ik, wij zijn hier wel heel erg van het principe van... En ik snap hun ook wel als zij zeggen van tevoren, uh, dit en dit mag niet. En je doet het toch omdat we vonden van, ja, maar dit is zo raar. Uh, dan had ik dat misschien ook niet moeten tekenen. Nou, dan maken we de afspraak, net als met Nintendo. Even goede vrienden, maar dan doen we het gewoon op review. Dan zijn we helemaal vrij, kunnen we alles zeggen. Uh, het nadeel is dat je even moet wachten. Maar ik, ik merk wel dat heel veel mensen zeggen van, we wachten gewoon op de review. Omdat het ook gewoon een bevestiging is van... Ik denk dat mensen die God of War willen kopen, die hebben hem al lang. Daarom. Gekocht. Ja, ja. Bedoel... En er zijn mensen die twijfelen, die twijfelen. Nou, ja. En het is altijd precies om de reden die jij nu net zegt. Als je op Metacritic gaat kijken, zie je nu alleen maar 9 en tienen. En, ja. en uh, naarmate die game ongeveer een week uit is of twee weken uit is, ja. ga je daar gewoon de achten, de zeventjes en de zesjes bij zien komen. En dan is zo'n mening eigenlijk helemaal niet exact. Uh, of Warfare 2, gaan we het ook nog even over hebben, uh, eigenlijk ook weer een. Prima voorbeeld trouwens uh, um, van uh, mensen hadden wat kritiek op onze premium review omdat wij niet mega enthousiast waren over alles. En uh, daar heb ik toen ook nog wat over getweet. En toen zagen heel veel mensen wel van het feit dat een game gewoon niet af is, niet alles yeah. brengt wat beloofd. En je geeft daar een 9 voor, dan geef je een signaal. Die game is niet slecht maar had veel beter kunnen zijn en dat patchen ze dan de komende maanden en als je dat altijd maar accepteert, het is gewoon niet tof. En, uh... Ik vind ook de kritiek nog altijd gewoon terecht en ik snap ook hier heb je te maken met fanboys die uh, voor wie het een soort way of life is. Ja. Uh, en ik snap. Weet je, kijk, ik, heb erbij, ik zat erbij en ik ben gewoon niet de allergrootste Modern Warfare 2 fan. Als nee. ik bij God of War echt naar ook had gezeten, dan had ik die game ook een 6 gegeven, waarschijnlijk <laughs> minder. En dat, ja, dat heb je gewoon. Weet je, iedereen heeft zijn eigen smaak. Ja. Um, ik denk dat het goed is om daar een discussie over te hebben. Alleen wat opvallend was, was dat mm -hmm. bij die review... Um, uh, Koos en volgens mij zat Daan erbij, toch? als Skate. Oh, skate zat erbij. Tuurlijk, ja. ja Koos is Skate. Uh, die waren ook niet 100% positief nee. dus dan En dan is het opeens heel hard, weet je. Ja. Ik bedoel, als er twee positief zijn en eentje is negatief. Oké, okay, maar, maar nu maar, bleek dat iedereen een beetje op dezelfde maar pagina zat. Het, het grappige is gewoon van... Ik probeer me altijd in te leven van... Ik ben uh, van... Je betaalt die 80 euro voor je, en dat is moeilijk, want ik krijg die games. Dus voor mij is dat altijd al. Ik denk dat dat ook meespeelt in zo'n cijfer. Weet je wel, wat, je dan, wat, wat iedereen dan geeft. Van het feit dat je alles gaat, dat je er niet echt je eigen geld voor moet betalen. Maakt een minder ervaring iets minder erg. Weet ja, behalve wel. Dat, dat, dit is nou een game, dat uh, uh, ik zou die niet kopen. Nee, nee exact dat, dat, dat heb ik ook. dat had ik laatst ook met FIFA. En dan probeer ik te denken: van oké, okay, wat nou als jij een hardcore Modern Warfare fan bent? Je zit hier al maanden op maanden op te wachten op die shit. Ze beloven je allerlei dingen. Volgens komt die game uit. Er zitten veel bugs en glitches in. Hij crasht af en toe. Uh, heel veel shit is beloofd, zit er niet in. De maps zijn niet buitengewoon inspirerend. Het is nog steeds een leuke game. Maar je hebt daar 80 dollar, dan zijn mensen terecht teleurgesteld en ik zie dat gewoon te weinig terug in de mede die het heel abstract gaat bekijken of ik weet het allemaal niet. Um, ik, en, en daarom ben ik blij dat we altijd een discussie hebben, want dan kun je dat naar voren laten komen. Alleen dan lijkt het in één keer als wij Modern Warfare 2 helemaal kut vinden. Dat is niet zo, want waarschijnlijk over een, Construct komt straks Warzone 2, misschien is dat wel fantastisch. Het wordt wel gepatcht en over twee maanden is het een fantastische game. nou ja, nee, ja daar heb je nu niks aan. Nee, maar daarom misschien moet dit soort games ook gewoon Vaker Blijver, ja Blijvend besproken worden, of zo. Weet je? Dat kan. Modern Warfare 2. Uh, dit vind ik wel een leuke. Uh, de zit in de PC-versie een... Uh, ja, ze zijn heel erg bezig met die cheaters. En dat snap ik ook wel, want Warzone... op het, op het laatst was het echt verpest... door mensen die, uh, ja, weet je wel... van die aim-assists hebben... en door muren heen je konden zien. Bla, 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 bla. Hm. Het lullig van dat soort uh, software... die ze gaan gebruiken... en volgens mij heet het Ricochet... maar ik zit even te kijken hoor, het moet hier ergens in staan. Uh, ja, Ricochet Anti-Cheat System... is dat het ook reageert op fucking veel andere dingen... en dat mensen er gewoon uit... Gewoon ja. geband worden op niks. En het blijkt dus bijvoorbeeld dat als jij Logitech G-Hub... Nou, die zit toevallig hierop. Corsair's IQ, Razer Synapse 3 en MSI Afterburner. Dat zijn gewoon van die programma's. Ja, dat zijn die, alle grote gamemerken ongeveer. Razer, MSI, Logitech. Dat, yeah. dat zit gewoon in je, in je laptop of in je PC. En daar kun je dan een beetje mee tweaken. Dat herkent ja. hij dan als een soort van tweak software. Een flat ban ja. um, Er was één iemand in Amerika die toevallig vlakbij het hoofdkantoor die is toen... Uh, omdat hij gewoon niet... Uh, geen kreeg geen antwoord uh, aan de telefoon. Die is daar naartoe gegaan, naar het kantoor. Nou, dat is een heel ding geworden. Dat, dat, dat Activision zei, ja, dit is waarom we hartstikke... Dat, dat mensen steeds banger worden. Die man wilde gewoon van, ja, dude, ik bel gewoon. Uh, waarom neemt niemand de telefoon op? Ja. Nou, die is toen door het secuurtje naar buiten ge Bonjour. Maar het achterliggende idee is dan wel weer van... Je betaalt 80 euro, bepaalde dingen werken niet, je krijgt dit soort shit. Ja. Um, als je belt, dan kom je in een soort eindeloze wachtlijnloop terecht. Maar ondertussen ze, komt er wel een persbericht dat ze 800 miljoen dollar in één weekend hebben verdiend. Aan ja, de ja. Ik vind dat gewoon. Het is heel kut. Het is, het is kut, kut, ja. ja. En ja. dit soort dingen is zo belangrijk. Communicatie. Met je, uh, dit zijn de mensen die je shit kopen. En ik snap ook wel. Ja, maar die communicatie is allemaal wegbezuinigd. Ja, dat hebben ze allemaal niet meer. Allemaal en Het zijn miljoenen mensen. Dus logisch dat mensen gaan bellen. En um, ja. vind ik jammer. Ja, wat ik vind. Ik moet wel zeggen, als het, inderdaad, de, als je voor dat soort software uh, geband wordt. Ik bedoel, dat is volledig onterecht. Tuurlijk. En dat betekent wel dat je 80 euro weg, weggeflikkerd ja. is door een bedrijf die gewoon niet in staat is om normaal een game af te leveren. En, en waarschijnlijk dat... wordt dat ook wel gefixt. Maar de verhalen zijn dan van het uh, duurt dagen voordat het gebeurt dan hebben ze het weer recht gezet ga ik weer online boeken weer uitgeflikkerd ja. omdat ze het softwarewijs niet dat is bedoel, Dat is vervelend als je als je die, die shit wil spelen. Bedoel ja. je wil je wil gewoon. Vaak ik kan weer gaan beginnen. Oh, fuck, ik ben er weer uitgeflikkerd. Weet je wel? Maar dat is toch al heel lang zo dat, dat ja. die games die, die die online ervaringen gewoon teleurstellen. Ja. En dat dan vervolgens uh, kom je er als gamer achter dat je geen poot hebt om te staan. Ik bedoel dat was bij <laughs> Battlefield 4 op de console die shit ja. deed het gewoon maand na maand na maand. Ja. Zes maanden heeft het het om die shit te fixen. En dat um, ja dat is bad. Maar goed is, dat is ook een uh, beetje de games uh, industrie helaas. Uh, uh, ja, en het heeft ook alles te maken met uh, geld uh, willen verdienen, maar ook niet maar liefst geen geld uitgeven voor je service. Uh, ja. Deze tot slot, vond ik leuk. Uh, en uh, NFT's. Uh, je weet <laughs> nog wel, een paar jaar geleden was dat nou, dat zou de next big thing worden überhaupt en ook in gaming. Ja. Uh, dit uh, nou, het is in elkaar, het is gewoon geïmplodeerd. En dit was dus de NFT-conferentie uh, het afgelopen weekend in Londen. Ja. Het zijn J-pechjes van uh, apen. Uh, jappenplaatjes uh, die je kan kopen? Die dat shit zijn die NFT's. Is, Helemaal kapot. En moet, iedereen had het kunnen weten. Ik moet wel zeggen. Ja? Um, dit wat deze specifieke conferentie. Uh, kostte 600 pond. om daar een kaartje voor te kopen. Dat is wel veel groter. Ze wel. hadden. Um, <laughs> ik, weet, ik zag een, uh, een plaatje voorbij komen. van hun sprekerslijst. Ja. Nou, dat leek wel een Tweede Wereldoorlog. Memorial plakkaat. Er stonden nog ik, wel duizend namen op. Dat was okay. niet normaal. Uh, en dat waren ook gelijk de bezoekers van het evenement. Ja, ja, je? Dus ja. de, iedereen die er was. was ook een spreker waarschijnlijk. ja. Dus, uh, ja het was gewoon. een ontzettende flop is dit geworden. <laughs> Een of ander kuthotel hotel ergens hadden ze afgehuurd. Ja. Ik denk uh, uh, sowieso, kijk, dit soort shit zit in een ber. We zitten sowieso in een bermarkt. Er is een crisis uh -huh. aan de hand. Yeah. Wereldwijd is er veel aan de hand. Uh, maar ja, digitale plaatjes van, uh, van apen, ik denk dat dat zijn beste tijd gehad heeft. Uh, NFT's uh, zouden in theorie meer kunnen zijn, zeggen NFT-fans. Maar in de praktijk zijn het gewoon apenplaatjes. En het wordt verhandeld door mensen Uit, die het, morgen rijk willen worden. Het uh, ja, dit is nu echt ook weer een hele korte hype, weet je wel? Van, Ik kan me nog herinneren, van een half jaar, jaartje geleden... Dat, dat ik gewoon elke week wel een mailtje kreeg van een, een Nederlandse start-up... die zei van, hey, Game Kings, we gaan ook iets met games doen. Willen jullie niet een samenwerking? En wij altijd zeggen van, nou, laten we dat niet doen. Mm -hmm. Ik hoor je niet meer. Nee, maar, maar goed, je hebt hetzelfde gehad met al die ICO's en voetballers ja. en overmars en weet ik veel wie er allemaal achter ja. die shit, little, Kleine. En iedereen is een moeder die had een ICO. En op een gegeven moment verdwijnt dat weer en ja. dan worden er wat boetes uitgedeeld. En uh, dat was het dan. Scammer de scam uh, vaak. Goed, um, dat was hem. De Piepshow. Volgende week hebben we er weer eentje voor je klaar staan.